Het zijn asociale maatregelen. Dat is de conclusie van Christophe Slagmulder van Vlaams Belang. Hij neemt het vooral op voor 65-plussers, die na jaren huren hun sociale woning dreigen te moeten verlaten. Oude bomen verplant je niet, zegt Christophe Slagmulder. Hij is mijn gast in de studio. Welkom Christophe Slagmulder voor Vlaams Belang. U hebt het minister Diependalen wat moeilijk gemaakt met een aantal vragen over ja, nieuwe toepassingen in de sociale huisvesting. En een van de problemen blijkt nu te zijn dat sommige mensen, bijvoorbeeld een koppel op de duur, in een veel te groot huis wonen. En dan vindt minister Diependalen maar dat die ofwel moeten ophoepelen, ofwel meer moeten betalen. Wel... Ik vind het ergens logisch dat men gaat kijken naar uh, ja, wie dat uh, een sociale woning uh, zou mogen uh, gebruiken. Dat is nog altijd uh, dankzij de solidariteit van de belastingbetaler. Maar natuurlijk hebben we ook een grote groep van oudere mensen die daar al decennia lang wonen. En door die nieuwe maatregel. Van minister Diependalen dreigen zij nu veel meer te moeten gaan betalen of zelfs te gaan verhuizen tot 15 kilometer ver. En ja, wij van het Frans Belang vinden dat een asociale maatregel. Ja, u focust vooral op die oudere koppels die al vele jaren daar wonen en wellicht met een groot gezin begonnen zijn en dan op de duur met een leeg nest zitten, zoals we dat noemt. Inderdaad, dat klopt. Wij krijgen wekelijks e-mails van bezorgde senioren, van mensen die nu inderdaad die boete zullen moeten. Gaan betalen en ja, zij wonen daar al lang en de kinderen zijn inderdaad het huis uit. Maar ja, goed, ik vind het alvast geen goed idee om die oudere mensen zomaar te, te laten verhuizen of meer te laten betalen. Een oude boom, die verplant je niet, want we weten wat daar de gevolgen kunnen van zijn. Dus ja. dat lijkt mij geen goed idee. Nee, dus dat klopt als ze dan een kamer teveel hebben volgens de nieuwe regels. Hè, dat is dan. Uh, geen vier slaapkamers, maar drie, wat toch nog meer dan behoorlijk is. Als ik het goed heb, dan betalen ze ongeveer per maand een 25 euro meer. Ja. Dat is nu toch ook niet om uh, een broodje Brood. minder voor te eten, denk ik, per maand. Maar in tijden van uh, inflatie en de stijgende prijzen... Uh, ...denk ik dat dat voor veel mensen uh, wel een, een financiële slag in het gezicht zal zijn. Uh, ik, ik denk dat veel mensen uh, in de problemen dreigen te komen. Uh, dus ja, ik vind het een asociale maatregel. Ja, maar het is ook een alternatief, want uh, ze worden er niet uit gegooid uit dat huis... Ze krijgen eventueel een andere, meer aangepaste woning aangeboden met minder kamers, wat er natuurlijk ook wel in die zin weer voordeliger is, minder huur, minder energieverbruik, etc. Dus eigenlijk is dat ook een goede oplossing in een zekere zin. Maar dat is denk ik ook uh, niet altijd een garantie, want je kan tot 15 kilometer ver uh, moeten verhuizen naar uh, een andere woning die kleiner is, maar die misschien minder goed geïsoleerd is. En dan ben ik er niet van overtuigd dat je zomaar uh, minder zal gaan betalen. Dus een, een echte garantie is dat volgens mij niet echt. Ja. Langs de andere kant zou je ook kunnen zeggen: ja, het uh, blijven aanhouden van veel te grote Woningen zetten natuurlijk een rem, bijvoorbeeld op jongere gezinnen met veel kinderen, die zeer lang moeten wachten om in zo'n grotere woning terecht te kunnen. Dus dan is het toch ook een vorm van solidariteit in een zekere zin van zo'n ouder koppel die dan die woning ter beschikking stelt van een jonger koppel. Ik zeg maar wat. Ja, dat begrijp ik natuurlijk en dat lijkt ook logisch. Maar we zitten momenteel met een wachtlijst van 182.000 kandidaat huurders. Maar als we dan kijken naar het aantal woningen dat vorig jaar is bijgebouwd, 668 dacht ik, ja, dat is veel te weinig. Dus, en nu gaat de minister maatregelen nemen op de kap van vooral die oudere mensen dan. En ja, ik denk dat er vooral sociale woningen zullen moeten bijgebouwd worden. Ja. Daar zit de oplossing en daar moet denk ik de minister eh, dan figuurlijk eh, de truweel bovenhalen en samen met eh, de sociale woonactoren eh, aan de slag gaan en proberen oplo oplossingen te zoeken zodanig dat er versneld kan bijgebouwd worden. Ja, dat is natuurlijk inderdaad de kern van het probleem. Het zijn niet de mensen waarschijnlijk die daar wonen, maar wel het ontzettend gebrek aan voldoende sociale woningen. Waar dan toch, laten we het zo zeggen, ook u schuift het nu allemaal naar de minister, maar ook een aantal gemeenten. Die het zelf zouden kunnen doen, in gebreken blijven. Dus het zit aan, aan alle kanten helemaal vast, blijkbaar. Ja, dat je dan niet van vandaag op morgen bouwt, uh, dat kan ik me natuurlijk wel inbeelden. Ik denk ook die vergunningen en zo verder, die procedures, dat die misschien ook eens moeten vereenvoudigd worden. En uiteindelijk, het blijft mij gelijk van wie dat die sociale woningen zouden komen, is dat via uh, de private weg of, of via een publiek private samenwerking. Het toetert mij woningmaatschappijen en zo. Woningmaatschappij, ja. dus maar ik denk dat er, gezien het budget is nog nooit zo groot geweest, dus ik denk dat we daar nu echt willen moeten inzetten op zo snel mogelijk ja. woningen bijbouwen. Ja, want dan maak het misschien eens concreet. Ik dacht dat u in Denderleeuw actief ook bent. Klopt. Ja, bouwen jullie met de gemeente dan bijvoorbeeld voldoende sociale woningen? Om maar iets te zeggen. Wel, Denderleeuw heeft wel heel wat sociale woningen. Maar wat we nu zien bijvoorbeeld is dat er een negentigtal woningen gerenoveerd worden. En ook daar gaan we nu waarschijnlijk hetzelfde probleem zien. Mensen die er al jaren wonen, die zijn nu... Tijdelijk moeten gaan verhuizen, maar ik denk in veel gevallen dat die mensen niet meer zullen kunnen terugkeren. Dus die worden uit hun vertrouwde omgeving geplukt. En ja, wij denken dat dat geen goede zaak nee, is. En dat we is, krijgen dat toch Dat is het alternatief aangeboden. Vermoedigd. Ja, maar ik krijg daar heel veel berichten over van mensen. Alleen mentaal willen zijn en zo verder. Dat lijkt mij toch wel. Cruciaal te zijn. Ik heb het al gezegd, een oude boom verplant me niet. Ik denk dat dat negatieve gevolgen kan hebben en dat moeten we absoluut vermijden. Ja. Nu, een van uw collega's van OpenVLD, Mercedes van Volsum, die zei onder meer, die maakte vergelijking, ja, op de privéhuurmarkt zit je rond de 350 euro per maand. Kijk naar de. Nee, sorry. De sociale woning is 350 per maand, maar dus de privémarkt is natuurlijk 700, 800 euro. ...ja, kijk eens wat een verschil. Dus die mensen mogen toch wel heel blij zijn... ...dat ze zo'n klein bedrag moeten betalen. En dan zouden we het ook een klein beetje solidariteit verwachten... ...ten opzichte van al de rest. Absoluut, maar vaak wordt dat ook gedaan op basis van het inkomen natuurlijk. Hoe minder of hoe meer je verdient... ...op basis daarvan wordt de prijs betaald. Dus ja, in bepaalde gevallen ziet men zelfs... ...dat het niet meer zoveel verschilt... ...met de private markt. Maar goed... Nogmaals, heel wat mensen hebben ook eigen investeringen gedaan en ik vind dat je dan ook niet van vandaag op morgen kan zeggen uh, ja, u moet hier verhuizen. Uh, vaak hebben ze ook mee een oogje in zeil gehouden in hun eigen wijk. Uh, ik mm. zie dat bij ons ook. En ja, ik denk dat men daar het sociale weefsel daarmee toch wel uh, ontwricht. Ja. als we nu kijken naar het beleid van uh, Matthias Diependalen wat huisvesting betreft, ja, dan zie je wel dat, zoals u aangeeft, Nieuwe woningen worden er onvoldoende gebouwd. Tegelijk zie je dan eigenlijk een veel strengere aanpak op het huidige aanbod. Probeert hij op die manier de druk wat te verlichten door mensen buiten te duwen, de, de prijzen wat aan te passen, dit nu, ook sociale inspecteurs erop af te sturen, et cetera. Ja, ja, ja een aantal dat is een zaken, beetje mensenpesten natuurlijk. Een aantal he. zaken zoals nu vind ik persoonlijk schijnoplossingen. Er zijn gewoon te weinig sociale woningen, maar... Laat ons ook eens de olifant in de kamer benoemen. Mm -hmm. We zitten ook met uh, een enorme migratieinvasie. En ik denk dat wij momenteel ah, ja. de enige zijn die dat uh, durven zeggen. Maar ja, dus als komt, we die, bent de enige die van, die olifant uh, benoemt, Als wij die, die wachtlijsten willen doen dalen, of als wij willen dat er meer woningen ter beschikking gesteld worden van onze eigen mensen, ja, dan gaat men daar toch ook eens moeten uh, durven naar kijken, denk ja, ik. Ja, dat is de eeuwige mantra die u ook terug naar voren schuift, terwijl we natuurlijk ook weten dat uh, veel mensen uit de groep die u bedoelt, ja, dat die ook al lang hier wonen, intussen genaturaliseerd zijn, zich helemaal hebben aangepast, et En ook heel veel mensen niet. Want mm -hmm. dat zie ik bijvoorbeeld ook in mijn eigen gemeente, dat er heel wat mensen in die sociale woningen komen die ja, nog altijd geen Nederlands spreken, die zich niet aanpassen. En ja, dat leidt toch helaas tot heel wat ongenoegen ja, en, en terecht ook in mijn ogen. Ja, en dan komen we in het hele inburgeringsdebat terecht, maar daar hebben we helaas geen tijd meer voor. Maar toch bedankt uh, voor je visie op uh, die zaak van die sociale woningen waar we toch onthouden, Christophe Slagmulder, grondzaak 182.000 mensen op de wachtlijst. Daar moet dringend iets aan gebeuren.